Gesprekken met Surinaamse religieuze groepen over de vestiging van een ambassade in Jeruzalem zijn nog niet gevoerd. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren aan journalisten. De bewindsman is van mening dat als zaken niet realiseerbaar zijn, de autoriteiten zich daarbij zullen neerleggen. De intentie om een ambassade in Israël op te zetten schijnt niet een issue te zijn. Daar is vaker over gesproken. Er is een noodzaak in termen van de samenwerking. Maar uiteindelijk waar het gaat komen, dat zal afhankelijk zijn van verschillende overwegingen. Jeruzalem is iets dat de Israëlische regering graag zou willen. Dat is ook iets wat we hebben meegenomen. Als het elders moet, op grond van onze eigen overwegingen, dan doen we dat. Er is absoluut geen discussie daarover wat ons betreft. Daarom zeg ik, we moeten ons focussen op zakelijke en nuchtere argumentatie. En daar richt ik me op. Uiteindelijk gaat het om het Surinaams belang. En dat betekent dat nationale visies meegenomen worden in dat traject. Heeft u aangegeven dat u de religie niet meeneemt in uw buitenlands beleid? Nee, ik denk dat dat ook een verstandig aanpak is. Ramdien merkt verder op dat Suriname een voorbeeld is op dat gebied. En dus een voorbeeld kan geven op het gebied van het gebroederlijk leven van verschillende groepen binnen de gemeenschap. We zijn wat dat betreft een voorbeeld voor de wereld. En dat voorbeeld gaan we moeten propageren, omdat dat duidelijk nodig is. We zien wat voor misère er is in de wereld. Ik denk niet dat het goed is voor geen enkel volk, geen enkel land, ongeacht welke religie, dat dit soort situaties ontstaan. De minister zegt dat er in dialoog altijd een oplossing kan worden gevonden.